Ja, ik heb bladluizen op de planten in mijn tuin. Op zich niet zo bijzonder, want dat heb je misschien thuis ook wel. Maar hoe pak je ze nu concreet aan? Uh, wel. Er is één ding dat ik meteen maar uit de wereld help, en dat is het feit dat bladluizen heel erg schadelijk zijn voor je planten. Klopt hoor, helemaal waar. Alleen als ze in grote aantallen op je planten aanwezig zijn. Maar zoals alles is zo, alles plant zich snel voort, dus ook die bladluizen. En je moet ze dus beter snel aanpakken, of anders heb je een hele grote populatie en dan is het te laat. Wat kan je ertegen doen? Wel, mijn grootvader gaf ooit eens een. Uh een leuke tip. Een beetje, beetje vies en bijzonder, maar goed, ik geef hem toch maar mee. Um, het doodvrijven van de bladluizen zou zorgen voor een lijkgeur. Een soort li lijklucht dat, dat, er eigenlijk, ja, dat eigenlijk andere bladluizen op afstand houdt. Ik heb het ooit geprobeerd. Werkt 50-50. Laten we het daarop houden. Dan heb je nog de natuurlijke vijand van de bladluis. Dat is de, uh, het lieve heersbeestje. En de larven van de lieve heersbeestjes. Die vreten die heel, heel... Uh, massaal, massaal veel op. Um, en dan heb je nog uh, de knoflookbehandeling. Dat is ook zoiets. Knoflook werkt altijd. Um, hebben ze een hekel aan. Ze kunnen die lucht niet verdragen. Um, dan kan je koken. Een aantal teentjes knoflook koken, afgieten, zeven en in een plantenspuit gieten. Op de plant spuiten en dan vallen ze meteen dood. Dat hebben ze echt niet graag. En dan heb je nog de aloude truc. dat is ook een plantenspuit vullen met lauw water en afwasmiddel. En ze van de, van de plant gieten eigenlijk, want dan glijden ze eraf en komen ze er niet meer op. Dus uh, het is moeilijk om ze tegen te gaan, maar eenmaal je het perfecte middeltje gevonden hebt, dan ben je een heel ver. Elke week geef ik tips over wat je in je tuin of op je balkon kunt doen. Schrijf je in op YouTube en like ons op de Mooiste Tuinen op Facebook en mis geen enkele video.